viskom, viskom. Een ijsje. Wat, een ijsje? Ja. Kom, Marie, waar zijn we? Ja, nee, niet nu. Nee. Dat... In die half uur handig. Nee, laat me zo. Ja, dat half uur had me makkelijk. Dan hadden we vandaag 41 minuten rijden naar Weert. En dan gaan we nog even naar de kermis. Je kijkt naar een gloednieuwe vlog hier op mijn kanaal, Rikerhard Snel. En zoals je het net al hebt kunnen zien, zijn we weer bij mijn kindje Plopslattepannen. Ik ben niet alleen, ik ben met Gerard Rijtjes. Gezellig man. Gezellig. En we hebben hem al 3 keer kunnen doen. Die peuk, ook al stuk. Ja. In elk geval, mensen, wat ben ik blij dat ik weer terug ben bij The Ride to Happiness. En vandaag zijn we niet zomaar in Plopslattepannen, we gaan naar Salsel in Marie. Geweldig, nu al zin in. In elk geval, daar haai hem toevallig. Mensen, wat is het heerlijk om hier te zijn. Het is 12 uur en we hebben al 10 ritjes Ride to Happiness kunnen doen. En 1 ritje Heidi the Ride. Ja, nu is het maar even tijd om verder het park in te gaan. Want er zijn natuurlijk nog meer mooie baantjes in Plopsland, de pannen. En ik wil weten hoe laat Marie moet optreden. Want ja, die moet ik zien. Daar kom ik voor. Oh nee. Ik kom voor dit ding. Is ook zo. Met afval. Ik heb dan zelf naar mijn zin, mensen. En ja, mensen, je gaat te vaak horen dat ik het naar mijn zin heb. Maar wat wil je ook met zo'n baantje als dit? Dit is toch fantastisch? Mensen, ga gewoon naar Plopsaland en ga hierheen. Maar kom dan niet als ik er ben, want dan heb ik het te druk. Oké, Anubis. Ja, dat kan. Ja, zo die kan wel. Anubis ook lekker baantje hoor. Echt wel. Dear friends, you have been guided through the energetic maze to this place. You are now the diffused exiting of the darkness. In a moment, you will experience a nature of Christ's heaven. Treasure that heaven in your hearts. Live today. Love tomorrow. Unite forever. Het is vandaag natuurlijk Samson en Marie dag en dat betekent dat we nu naar de show gaan kijken. Het begint over een klein kwartiertje. In elk geval, ze noemen het Samson en Marie dag, maar ik moet zeggen, ik vind het vrij weinig Samson en Marie voor een Samson en Marie dag. Ik bedoel, 1 show, geen 1 meet and greet, geen idee hoe lang zo'n show doet. Ik denk hooguit een kwartiertje, 20 minuten. Maar mensen, ik heb er zin in. Ik hoop dat ik iets kan filmen, maar ja, zit natuurlijk met de copyright. En ja, daar heb ik niet zo heel veel zin in, copyright claims op mijn vlogs. Maar dat weten de meeste mensen wel. In elk geval, ik kan in elk geval filmen als ze er aankomt. Want ja, ik ben een heel klein beetje ver van Samson en Marie. Vooral van Marie natuurlijk. Ja, fantastisch is het toch? Mijn jeugdsentiment. Maar vroeger was het natuurlijk Samson en Gert. Ik heb ze vroeger ook live gezien. Want als kind ben ik hier ooit een keer geweest en toen heb ik Samson en Gert live gezien. En nu ga ik zijn dochter live zien. Dat is toch fantastisch? Welkom, welkom, welkom. Mooi hoor, viskom, viskom, viskom. Hey Samson, welkom, welkom, welkom. Dat zeg ik tegen de jongens en de meisjes en de mama's en de papa's en zo. Om ze welkom te heten hier vandaag op ons optreden in Plopsaland. Oh ja, hoor zeg Marie. Ja? En ben jij dan ook zo'n heel klein beetje zo heel zwaluwachtig zo? Een beetje zenuwachtig. Ja. Goh. Ik moet toegeven Samson dat ik wel een heel klein beetje zenuwachtig was. Maar nu ik al die lieve gezichtjes hier zie, verdwijnen mijn zenuwen als sneeuw voor de zon. Wij zijn echt heel blij dat jullie hier vandaag allemaal zijn. Oh ja, want anders waren wij hier zo helemaal alleen. Zo. Ja, dat is waar en dat zou jammer zijn, want wij gaan een feestje houden. Ja, en niet zomaar een
feestje, een echt zomerfeestje. Vind je leuk, joh? Ja, zelfs al dat is nu niet meer helemaal waar natuurlijk. Het is ook geen zomer meer, dat zonnetje schijnt niet. Maar we gaan er wel een echt feestje van maken natuurlijk. En wij gaan meteen op reis naar een heel erg bijzondere bestemming. Want wij gaan... Naar de maan! Oh, wij gaan samen heel veel liedjes zingen. Oh, dat is leuk. Maar we gaan toch ook eens naar het park, man? Ja, naar het park, ja. Spelen met het rode balletje. Ja. Samen. Met. Poppientje. Oh. Ja. Oh ja, die kan dat zo heel goed zo. Spelen met het rode balletje. Ja. Nee, dat geloof ik. Is ook helemaal geen probleem, want weet je wat ik dan doe? Dan nodig ik zelf ook een paar vrienden uit. Oh, nee. En ga je dan weer zo van... Wat is die kissie? Hey, dat zou ik nooit doen. Nee. Oh, jongens, Marie, ja. We gaan toch ook nog eens terug naar de platte dennen zo? Naar de platte dennen? Ja. Jij bedoelt naar de Ardennen. Mooi, als het. Natuurlijk gaan wij naar de Ardennen en wij gaan daar niet zomaar naartoe. Oh, nee. Wij gaan... Midden van de straat. Het is een los met spijkers, zij houden. De banden zijn kapot en we gaan niet meer vooruit. Na uren zijn we er dan eindelijk terug. Maar liedje die niet goed geduurd, al ging het niet zo vlug. Die foto breng ik morgen terug, ik vind het nog maar niets. Voortaan rijden wij wel met de fiets. Samen naar de auto, samen naar de auto. We gaan hem op, we gaan hem naar beneden. Wij zingen een stukje voor en jullie vullen aan. Ja. Maar goed opletten, hè, want het is echt niet simpel. Nee. Oké. Okay. Hé, hey, waar is de chocolade? En waar is de limonade? Wow, dat kennen ze goed, hè? Ja, ja. Jullie hebben misschien al wel gemerkt dat wij sommige liedjes in een nieuw jasje gestoken hebben. Het volgende liedje heeft niet alleen een nieuwe jas aan, maar ook een nieuwe hoed op. En wij hopen dat jullie het net zo leuk vinden als wij. Ja. Zing maar met ons mee, hè? Hé, hey, waar is de chocolade? Op, op, alles is op. En waar is de limonade? Op, op, alles is op. Maar waar zijn de koekjes dan? Op, op, alles is op. Ik pak een koekje in de pot. Op, op, alles is op. Hé, hey, waar is de chocolade? Op, op, alles is op. En waar is de limonade? Samson en Marie. Maar mensen, we gaan even door waar we echt voor komen. T-Ride of hebben dus nog 9 ritjes. En dan hebben we er gewoon 30 vandaag. Dat is toch fantastisch. Te veel Ride of hebben dus vandaag. Hè? Te weinig. Te weinig? Te veel in die half uur handig. Nee, laat maar zo. Ja, dat half uur hadden we makkelijk. Dan hadden we vandaag makkelijk 40 ritjes kunnen pakken. Maar ja, ik moest naar Samson en Marie. Inderdaad. Want dat is gewoon leuk. Jeugdsentiment. Ja. Jeugdsentiment. Want alles is op, mijn jongen. Nou. 30 ritjes op Ride to Happiness, dat lijkt me niet. Wij daar aankomen, wij nog even 2 ritjes staan. Pauwpuntje druk. Nou, ga echt niet wachten, zijn we te verwend voor, wat jij? Ja. Ja, zeker wel. In elk geval, ja, dan moeten we maar naar huis. Laten we naar huis gaan. Dit was het dan, einde van de vlog. Of nee, nog niets. Want we gaan nog naar de kermis in Weert. Heel lang op de kermis. Nou, ik kan wel even een stukje vlog op de kermis. Ja. Als er niet te veel copyright muziek. Vreselijk. Maar in elk geval, ik heb wel een leuke dag gehad hier in Plopsland. Vooral, hoogtepunt van vandaag, Samson en Marie. Vooral Gerard vond dat heel leuk. Enig vond hij het vooral. Hij lacht zo. Ja, maar het was wel grappig. Ja, het was wel grappig. Ja,
In elk geval. Eén keer en nooit weer. Maar goed, wij gaan de poststand verlaten. Dan gaan we nog even zo'n 2,5 uur rijden naar... Nee, 2 uur en 40 minuten. Oh, 2 uur en 40 minuten rijden naar Weert. En dan gaan we nog even naar de kermis. Of nee, toch niet? Zo, en inmiddels ben ik thuis. Helaas zijn we niet naar de kermis geweest. Want ja, we hadden te veel file onderweg. Ja, dat heb je soms als je in België rijdt en je moet over Antwerpen om naar huis te komen. Dus we konden niet naar de kermis in Weert, want ja, als we daar dan aan zouden komen, dan... Ja... Dat was gewoon niet meer waard om daar nog heen te gaan. Dus we dachten van, ja, we gaan wel naar huis. Dus ja, we zijn dus niet op de kermis geweest. Dus bij deze wil ik de vlog afsluiten. Vond je dit al toch een leuke vlog? Ondanks dat die waarschijnlijk iets korter was dan normaal. Dan wil ik je graag bedanken. En dan hoop ik dat je even abonneert op mijn kanaal. Dat zou super tof zijn. Vergeet ook zeker niet een leuke reactie achter te laten hier beneden. Doe nog even een duimpje omhoog. En dan zie ik je graag bij de volgende video. En waar dat zou zijn, natuurlijk de eerste weekend van de Halloween Fright Nights 2021. Mensen, ik heb er super veel zin in. Ik ga jullie daar zien. Wie zie ik daar? Laat dat ook eventjes achter in de comments. En zoals ik dan altijd zeg, zo aan het einde van de vlog. Hoi!